Ja, daar gaan we heen. Hè? Vandaar de naam Tony Toet. Hey, wat een klandizie, hè? Of niet dan? Ja, kijk nog maar even goed, maar dit was de laatste keer. Dit is een man voor iedereen. Fijne man. Ja, ik kom er al 30 jaar. Of komt hij al hier? En als het dan slecht weer is, glad of zo, dan kwam hij het altijd bij me brengen. Ja, na zoveel jaren. Zullen we missen? Ja, dankjewel. Graag gedaan, graag gedaan. Ja, er is niets aan gelogen. Ton is zeer gewaardeerd onder zijn klanten. Geen wonder, 6 dagen in de week stond hij voor ze klaar. Gewoon jong belegen. Dit werk ben ik gaan doen. Toen was ik 14 jaar. Mijn moeder die stierf toen. Ja, mijn oudste zussen ging de huishouding in. En ik zelf moest mee, met mijn vader mee, langs de weg. En vanaf die tijd altijd dat werk gedaan. Dag in, dag uit, 6 dagen in de week. Heerlijk. €11,25. Nou, ik heb ook er iets gisteren laten vallen. Maar dat mag ook. Hè? Ik was gisteren bij gebroeder Sloot in Aad. En die zei, wat gaat u maandag, wat gaat u dan doen? En ik zei, zo, niks. Toen zei ze, kun je tractor, dat is een loonbedrijf, kun je tractor rijden? Ik zei, gelukkig niet. Ja, zo is het. Ja. Mag ik u bedanken voor de heel mooie service wat u gedaan. Ja, dankjewel, dankjewel. Graag gedaan. Ik ben een melkdrinker, dus ik moet elke keer naar de winkel voor de melk. Maar hoe moet dat straks nou dan? Zeg? Hoe moet dat straks nou dan? Ja, ik zie het wel. We kunnen hem toch niet bij de oren pakken en zeggen... Nee. Ik zou het graag willen hebben. Nee, maar hij heeft 46 jaar gewerkt aan dit werk, aan dat mooie werk. En eerlijk waar, dat is fantastisch.